Is de beklaagde schuldig of niet? Een vrij simpele zaak, lijkt mij. Ik heb Lieke de Waal niet vermoord. Nico Maddens was gefrustreerd. Hij had iets verbitterd. Frustratie lijkt in eerste instantie onschuldig, maar kan op lange termijn leiden tot agressie. Nico Maddens die had een gruwelijke hekel aan Lieke. Wist iedereen. Zijn lokaal is uitvoerig onderzocht, maar er werd niets verdachts gevonden. Ik kan me er gewoon niks bij voorstellen dat Nico een moord zou plegen. Het slachtoffer was een vrouw, 30 jaar, maar klaarblijkelijk kerngezond. Eerlijk? Nee, ik vond de Waal niet zo chill. Lieke was de enige die echt vertrouwen in me had. Die iets in me zag. What the fuck, gast? Gaan ze mij nou verdacht lopen maken? Het begint er toch meer en meer op te lijken dat het Openbaar Ministerie weigert om andere potentiële daders serieus te onderzoeken. Trap er niet in. Kijk naar de feiten. Ik weet alleen maar dat ik onschuldig ben. U moet mij geloven.